Het gezin met twee kinderen aan de Jagerweg had op zolder een hennepkwekerij. Vandaag is hij ontmanteld. In twee ruimtes staan bijna 250 planten. De man is meegenomen naar het bureau. De vrouw en kinderen zijn niet thuis. Binnen hangt een sterke wietlucht. Van buiten zie je vooral opvallend slordig geplaatste pijpjes. Tijdens een onderzoek in een winkel in de buurt van de Groene Dijk is geen kwekerij gevonden. Maar toen in een naastgelegen loods opeens een hond ging blaffen, besloot de politie ook daar even binnen te kijken. In het pand zat vroeger een grow shop, een leverancier van kweekbenodigdheden. Binnen lagen nog spullen en apparatuur om een hennepkwekerij op te zetten. De eigenaar zegt gestopt te zijn met die handel. Justitie wil dat hij zijn spullen snel van de hand doet.